Welkom bij het laatste Pioneering Lunchcafé voor de vakantie. We hebben helemaal uit Den Haag de heer Van Beuningen en mevrouw Moyer. Vandaag gaan we het hebben over industrieel bouwen en de energietransitie, het beleid en wat kunnen we verwachten in de toekomst. Na het gesprek met de heer Van Beuningen en mevrouw Moyer gaan we naar Rudy Lichtenberg en Gerard Salemink over de renovatieversneller. Vervolgens hebben we Jeroen van Dijk en Berry de Jong van PlegVos. Voordat we naar het programma gaan, wil ik alle aanwezigen en ook de mensen thuis even wijzen op het volgende. Wij zijn namelijk als Pioneering aanwezig op de vakbeurzen Prefab en de vakbeurs Energie. 12, 13 en 14 oktober in de Brabanthallen. We hebben een Pioneering paviljoen en een Pioneering plein. Op de website veel meer informatie te vinden. Uitnodiging om samen met ons Oost-Nederland op de kaart te zetten voor het op het gebied van prefab en energie. Jeroen, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel Noël. Ik heb er zin in, dat lijkt me een hele leuke beurs. En misschien moeten we met gewoon een hele bus uit Twente ook gewoon gaan kijken naar alles, al het moois wat er is. Welkom Jan en Evelien aan tafel. We doen voornamen, niet te ingewikkeld. Zeker, gelukkig. Ik vond meneer Van Beuningen ook heel formeel klinken. Ja, nou ja, dat is dan de formele start. Het was even een aanloopje net. Hè. We zijn hartstikke blij dat jullie er zijn. En we zijn heel erg benieuwd ook wat jullie allemaal ons te vertellen hebben. En ik zou eigenlijk met jou willen beginnen Jan, want er wordt heel vaak gezegd over de ja, ze bedenken wat en ze gooien het over ons heen. Maar kun jij ons een klein beetje meenemen? Misschien is het leuk als je even vertelt welke rol je überhaupt daarin vervult. Hoe nou dat beleid ook tot stand komt. Natuurlijk kan ik dat vertellen. Dat vind ik leuk. Dankjewel. Dankjewel ook voor het komen. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik het heel leuk vind dat ik hier ben. Wij maken in Den Haag inderdaad beleid, maar de energietransitie vindt natuurlijk hier plaats. Gewoon op dit soort plekken waar mensen bij elkaar worden gebracht. En ik vond het ook heel indrukwekkend dat ik hier opeens... Ik was namelijk een paar weken geleden bij de opening van de Saxion Tiny Lab. En daar ontmoet ik Jeroen en nu zit ik hier opeens in de studio. Je hebt er wel een beetje ingerommeld. Ja, ja, nee. Maar oké, ik zal je een aantal dingen vertellen. Ik ben zelf hoofd van de afdeling Algemeen Beleid Energietransitie. Ik werk bij BZK. En Algemeen Beleid Energietransitie zit in de directie Bouw en Energie. En wij houden ons vooral bezig met de energietransitie. Maar we zijn natuurlijk ondertussen zien we dat die bouw zelf voor hele grote maatschappelijke opgaven staat. We moeten een miljoen nieuwbouwwoningen maken. We hebben enorme uitdagingen op de infrastructuur. We moeten dus, in het klimaatakkoord stond 1,5 miljoen gebouwen, maar daar kom ik zo meteen op terug, verduurzamen. Ondertussen moet het circulair, klimaatadaptief, hoe actueel, nou, die verschrikkelijke beelden uit Limburg. Dus ja, wij staan met de bouw voor enorme opgaven. Ik zoom denk ik zo meteen even in op dat gedeelte van de energietransitie. Maar daarna hebben we het met elkaar natuurlijk over die opgaven in de bouw. Hoe wordt beleid gemaakt? Dat was je vraag eigenlijk. Hoe wordt beleid gemaakt? Ik denk dat beleid gemaakt wordt in hele sterke interactie met stakeholders. Dat je deels politieke druk hebt. Maar ik zeg altijd, we werken op het snijvlak van het politieke, het bestuurlijke en het maatschappelijke. Dus wat betekent dit voor mensen? Hoe raakt dat? Wat speelt in de sector? Wat speelt in de samenleving? Belangrijkste misschien daarin is wel, hoe zorgen we nou voor dat die sector zelf en mensen zelf in staat zijn om bij te dragen aan gedeelde doelen, zodat we samen die transitie maken? We hebben de politiek, dat is natuurlijk ingewikkeld. Ik bedoel, soms heb je politieke meewind en soms wat tegendruk. We hebben natuurlijk Europese politiek. Gisteren het Fit for 55 pakket dat uitkomt, dat ons natuurlijk in die transitie enorme rugwind geeft. Maar ondertussen ten opzichte van die samenleving dat draagvlak wel weer spanning met zich meebrengt. Dus je hebt Europese aspecten, nationale politiek waar spanning in zit tussen de groene partij aan de ene kant en Forum aan de andere kant, de klimaatontkenners. Dus hoe zoek je daar binnen telkens voldoende legitimatie voor datgene waar je mee bezig bent? Nou, in dat snijvlak werken we. Ja. En daarin proberen wij zo goed mogelijk beleid te maken. En de praktijk, hoe speelt die daar een rol in? Nou, een hele grote rol, maar het is wel zo, en dat vind ik dus ook goed aan zo'n zo'n werkbezoek wat we vandaag hebben en ook het gesprek dat we hier met elkaar voeren. Ik voer, denk ik, voor mijn gevoel eigenlijk te vaak gesprekken met de brancheverenigingen. Dus ik zit heel vaak aan tafel met Doekle Terpstra vanuit Techniek Nederland en Joep Rats en Maxime Verhagen vanuit Bouw het Nederland. En soms vraag ik me wel of, ja, wat gebeurt er dan precies dieper, verder? Dus het is heel goed om... Nou ja, om die verbinding. Jij zei Den Haag is ver. Ik ben de afgelopen maand nu al 2 keer 20 geweest. Maar het is goed om met elkaar die verbinding gewoon directer te leggen. Dankjewel. Evelien, ja. Stel je voor en vertel.
Ik ben Eveline Molier. Ik werk ook bij de directie Bouw en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en op de afdeling Sectoraal Beleid Energietransitie. En ik hou me bezig met name met de huursector en dan met name de sociale huursector. Dus met de woningbouwcorporaties kijken van hoe kunnen we daar de energietransitie versnellen. Ik werk aan, omdat hier wel experts in de zaal zitten, durf ik het wel te noemen. Ik heb gewerkt aan de regeling reductie energiegebruik voor woningen. Ik werk ook aan de energieprestatievergoeding, komen we nog over te spreken later. En ik hou me ook bezig met de renovatieversneller. En dus ik zit iets minder aan de bouwende kant en iets meer aan de huurkant. Huurkant. Nou ja, er zijn corporaties ook aanwezig vandaag. Helaas was er één corporatie die durfde niet te komen, hè, door de aangescherpte maatregelen. Maar goed, Rudy schuift straks ook aan tafel. Dan zal je ook zeker uit de praktijk horen wat nou die regeling waar je nu aan... Want je bent nu aan het werk met de renovatieversneller, toch? Ja, ben ik ook mee aan het werk. Ja, aan het kijken hoe we dit beetje kunnen herijken. En waarom moet het herijkt? Ja, Jans, zou ik wel vertellen? Ja, jullie mogen allebei reageren. Maar nee, kijk, dat is het tweede kopje, toch? Ja, dat is, nou ja, goed, je krijgt straks gewoon uit de praktijk de dingen te horen. Maar het is ook wel leuk, op basis waarvan jullie nu zeggen, het moet herijkt worden. Nou, misschien daar een paar woorden alvast over. Kijk, ik denk zelf dat als wij kijken naar de afspraken die in het klimaatakkoord hebben gemaakt en hoeveel daarvan loopt en hoeveel dingen daar eigenlijk goed in zijn gegaan. Wat daar een heel belangrijk aspect in is, is telkens hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Hoe zorgen we dat de innovatieregelingen die we hebben, zoals de MMIP's, het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum, wat de bouwagenda heeft ingezet en wat nu in het bouwberaad wordt gecontinueerd. Daar kan ik zo meteen nog een paar dingen over vertellen. Maar de belangrijke vraag daarin is telkens, hoe zorgen we nou ervoor dat er een continue vraag ontstaat. Waar ook op geïnnoveerd kan worden, waar op fabrieken gebouwd gaan worden. En dat je dus als het ware treintjes krijgt in de tijd. Wij dachten dat daar de renovatieversneller, en denken nog steeds dat daar de renovatieversneller gewoon een heel goed instrument voor is. Alleen, ook hand in eigen boezem. Ik denk dat we in die renovatieversneller eigenlijk te veel doelen hebben willen verenigen. Namelijk een doel van opschaling, maar ook een doel van verduurzaming. Dat ook ingewikkeld is gebleken, ook in de aanvraagprocedures. Ja, ik vond het zelf natuurlijk een enorme teleurstelling dat er maar weinig aanvragen waren voor die regeling, waar we veel van hadden verwacht. En een nog grotere teleurstelling dat ze allemaal werden afgewezen. Ja, waardeloos gewoon. Dus daarom moet het worden herijkt. Wij moeten met elkaar kijken, die basisgedachte van de renovatieversneller blijft natuurlijk staan. Zorg er nou voor dat die vraag beter gebundeld wordt. Hoe zorgen we ervoor dat daar een aanbod ook op past? Hoe zorgen we dat die partijen beter bij elkaar worden gebracht? En jij moet dat doen? Ja, niet in mijn eentje. Daar hebben we even lief maar voor. Ik hou me iets meer bezig inderdaad met de hoe liep het nu en hoe kunnen we met partijen het beste samenwerken. We hadden nu een bepaalde governance, zoals we dat noemen, of een aansturingsmodel gevonden. En dat liep toch niet helemaal. Dus we zijn nu al in gesprek met elkaar van hoe kunnen we toch dat beter doen. Ja. En de regeling is een onderdeel daarvan. Maar het programma op zich, het belang van opschaling, ook vanuit alle uitdagingen die op ons afkomen en de grootte van de opgave van de energietransitie, daar denken we dat het gewoon niet kan zonder toch met z'n allen meer samen te werken, misschien anders samen te werken en daar een goed team op te zetten. Ja, het huidige team was misschien nog niet helemaal het klinkt goed. Perfect in elkaar. Jij zei wat interessants, hè? Of we wel genoeg met die praktijk ook in gesprek zijn. Niet te veel. Ik zie allemaal bouwers aan. Ervaar je dat nou ook, dat je wel vertegenwoordigd wordt door Bouwend Nederland? Maar en Jan die zegt, we twijfelen soms wel eens. Komt het dan wel over? Hoe ervaar je dat nou als bouwer? Ik vooropstel, wij zijn geen lid van Bouwend Nederland. Dus Oké, maar. Dat zegt al wat, misschien. Ja, daar zijn wij mee gestopt, tijd terug. Worden wel weer benaderd. Den Haag is best ver voor ons. Laat ik dat vooropstellen. We hebben onlangs met de provincie hier vanuit Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede ook over gehad. Van hoe kunnen we de lobby naar Den Haag en terug veel beter doen. Daarom ben ik hier vandaag. Ik ben heel benieuwd. En natuurlijk renovatieversnel kennen we. Hoe kunnen we daarin elkaar beter helpen? En als je het dan hebt over lobby, wat zou je dan willen lobbyen? Je kan hier gewoon de vraag stellen, ik wou zeggen. De lobby, maar het elkaar beter leren kennen. Dat is denk ik sowieso, wat speelt er? Wat zijn de vraagstukken in Den Haag? En hoe kunnen wij daar vanuit de praktijk veel sneller op inspelen? Want ik denk inderdaad dat die kloof af en toe veel te groot is. Laat ik zo zeggen, even voor mezelf. En ik weet een heleboel wat er bij jullie speelt, niet. En andersom ook. En andersom zal dat dan waarschijnlijk ook zo zijn. Dus
Ja, het is een mooie rol voor Pioneering overigens, hè, om daar het platform voor te zijn om die kennis bij elkaar te halen en die interactie ook mede te organiseren. Doen we overigens ook met 6 andere innovatielabs in het land. Hè. Dat, ja, jij bent in gesprek met ons daarover en dat is wel noodzakelijk. Zijn er anderen die nog vragen hebben aan Jan of Evelien op dit onderdeel? Maar je vroeg wat er nu speelde, hè, eigenlijk ook. Misschien kan ik een paar dingen noemen. Misschien is ja, ga je gaan. Kijk, maar het is altijd een beetje ingewikkeld. Wij proberen nu natuurlijk in de richting van die formatie te kijken van ja, hoe krijgen we nog ruimte voor extra dingen die we nu niet goed vinden gaan eigenlijk. Hè? Waar zit nu de spanning? We hebben dat klimaatakkoord getekend en daar zit een uitvoeringstafel op, een brede uitvoeringstafel. Maar daar vinden we eigenlijk dat daar gewoon meer uitvoeringskracht in moet zitten. En wij proberen nu zo meteen, Maarten van Poelgeest is de voorzitter van het uitvoeringsoverleg. Wij proberen zo meteen iets duidelijker en iets meer te sturen op het deel van gebied. Waar de wijkgerichte aanpak in zit. En waar je nu ziet dat die, wat ik zelf een ingewikkeld ding vind, is dat je ziet dat warmtenetten bijvoorbeeld eigenlijk best wel lage nationale kosten hebben, maar hoge eindgebruikerskosten. Dus we moeten iets extra's doen voor warmtenetten vanuit een capex-subsidie. Of hoe gaan we nou die... dat volop risico wegnemen, een wetsvoorstel voor gemeenten om ook echt een soort van uiteindelijk na veel waarborgen, maar toch een doorzettingsmacht te krijgen om die dat volop risico te verkleinen. Dus er zitten een aantal dingen, maar daar zie je dat de politiek weer heel veel spanning met zich meebrengt. Hè? Want aan de ene kant zo'n wetsvoorstel is voor de betaalbaarheid goed, voor de uitrol van die warmtenetten goed, maar aan de andere kant zit daar het beeld van dwang in, waar je gelijk aversie hebt, politieke tegendruk, ook heel begrijpelijk. Dus hoe zoek je dan die balans tussen die twee elementen? Maar dat speelt rondom gebied nu vooral. Dus warmtenetten, hoe krijgen we die beter van de grond? Omdat daar het verschil tussen de eindgebruikerskosten en de nationale kosten eigenlijk zo groot zijn. En gas en elektriciteit worden die in de systemen natuurlijk veel meer gesocialiseerd. En bij warmte breng je ze echt bij die individuele eindgebruiker in rekening. Dus daar zit spanning. Het tweede blok rondom gebouw. Ja, we hopen eigenlijk vanuit Europese middelen, maar dat is ook wel vechten binnen het kabinet, de zogenaamde RRF-middelen, dat zijn de herstelmiddelen van corona, om daar in te zetten op bijvoorbeeld een nationaal isolatieprogramma of een sterke nadruk ook op hybride warmtepompen, waar eigenlijk vrij veel winst mee te halen is. Dus dat speelt er een beetje op het gebied van gebouw. En dan heb je de bron- en systeemkant, die de laatste tijd natuurlijk een heel ingewikkelde discussie is geweest, omdat je... gewoon ziet dat biomassa daar een belangrijke rol in speelt. Dat was gisteren nog bij Nieuwsuur. De vraag ook van Nieuwsuur bij aan Timmermans. Van hoe kijkt nou de Europese Commissie daar tegenaan? En wij hebben zelf natuurlijk... je merkt dat de politiek dat er grote tegendruk is tegen die biomassa. Maar ondertussen zie je dan dat het beleidstekort van hoe je dan die duurzame bronnen invult groeit. Dat speelt er een beetje op dat terrein. Dus je ziet... En op die verschillende terreinen proberen we eigenlijk in de richting van de formatie... of middelen te regelen of toezeggingen te regelen. Maar aan de andere kant zie ik weer de tegendruk van een... regeerakkoord op hoofdlijnen. Dus wat wordt daar precies in opgeschreven? D66 en VVD zijn er nu mee bezig. Dus dat is een beetje de politieke kant waar we in zitten op dit moment. Dus, ja. Misschien aanvullend. Er zijn ook over die warmtenetten instrumenten. Dus voor de huurwoning heb je subsidie aardgasvrije huurwoningen. En in die regeling zien we heel veel corporaties nu toch wel subsidie aanvragen om warmtenetten aan te leggen. Maar we zien ook waar ze tegenaan lopen, wat nog lastig is. En die feedback die nemen we dan weer mee. En er komt nu een herziening aan bijvoorbeeld. Dan hebben we vrij technische punten, maar wel zodat het steeds makkelijker wordt. Maar die hele energietransitie zit natuurlijk op heel veel verschillende... Je hebt warmtenetten, maar je hebt ook all-electric als oplossing. Je hebt, sommige mensen vragen zich af, wat kan waterstof betekenen in de gebouwde omgeving? Dus het is natuurlijk nog niet... Het is voor ons ook op verschillende... schaakborden kijken en dan met verschillende ministeries. Maar wat ik het leuke vind aan de energietransitie in de gebouwomgeving is dat je dus ook heel dicht bij de bewoners zit en bij de huurders. En die componenten, dus wat ik net noemde, ik hoorde dat mensen hier ook al best actief zijn, en jullie ook, met die regeling reductie energiegebruik. Dat is eigenlijk voor kleine maatregelen waarbij je toch de eerste stap zet bij mensen om daarover na te denken. Van wat kan ik eigenlijk doen in mijn woning? Ook eenvoudige maatregelen, dus kierdichting of ledlampen. En wat is dan de volgende stap naar de grotere acties. En zouden wij nou ook een vraag, maar zouden wij nou bijvoorbeeld een nationaal isolatieprogramma daarop moeten laten voortbouwen? Zijn er inderdaad nu in dit geval in Enschede verbindingen ontstaan door zo'n regeling reductie energiegebruik, waardoor je denkt, daar zou jij weer op voor moeten bouwen om zo meteen ook een nationaal isolatieprogramma verder uit te rollen? Daar zijn we mee bezig.
Ja, wij zijn echt heel actief geweest in de RRE en in de RREW. En er lopen ook mooie programma's. Je zei het net al, we hebben net met één wijk hebben we 6 of 8 pioneering deelnemers met verschillende systemen. De gewone cv-ketel, de hybride warmtepompen tot heel geavanceerde systemen. En dan merk je ook wel dat het voor de marktpartijen heel moeilijk is om die... om met gewone bewoners in de slag te gaan. Het is makkelijker om met Rudy, met een corporatie in gesprek te zijn, dan dat je die enorme markt van huiseigenaren moet benaderen. En we hebben ervoor gekozen, met onze opdrachtgever, dat was de gemeente Enschede, om met name eerst die bewustwording te doen en dan van daaruit verder te gaan bouwen. En dat hopen we ook met onze deelnemers nog veel beter te kunnen doen. Want de corporatiemarkt is natuurlijk groot, maar die andere markt is nog vele malen groter. En die zullen ook in beweging moeten komen. De rol van de gemeente is natuurlijk heel belangrijk. Dus is volgens mij heel actief. Maar dus die kleine maatregelen, die kleine subsidies zijn interessant om eigenlijk dat die verbinding met de bewoners te leggen. Wat werkt, hoe kan ik het beste uitleggen? Maar straks met de hele energietransitie en die warmtevisies, en ja, dan moet de gemeente ook aan de die bak, worden nu zeg geïntegreerd maar. In de dingen die we aan het maken zijn voor de gemeentes. Ik heb nog een laatste vraag voordat we Gerard en Rudy aan tafel gaan vragen. Hoe belangrijk is het nou dat er een minister van Wonen komt? Hebben jullie daar een mening over? Ik denk wel dat het goed is dat er een dedicated minister komt. Omdat het gewoon een hele grote portefeuille is. Ik denk dat als je zou kijken naar wat nou echt grote maatschappelijke opgaven zijn van de toekomst, dan zit dat in een goede leefomgeving, waarbij de woningbouwopgave zelf en de verduurzaming van die woningen twee hele grote onderwerpen zijn. Ja, en nu zit daar nog, in haar portefeuille van mijn minister nu, zitten er nog heel veel onderwerpen bij. Je bestuur, koninkrijksrelaties, er zit gewoon de hele overheidsorganisatie, dus er zitten nog best veel onderwerpen bij. Dus ik zou dat zelf een goed idee vinden. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Het zou zomaar kunnen. Ja. Ja, het zou zomaar kunnen. Hè. Is er nog een vraag? Ja. Nou, de hengel komt naar je toe. Marten Huiskes van LKS VDD Architecten. Ik was even benieuwd. We hebben een aantal sturende middelen in de regelgeving ontworpen. Onder andere de bank tegenwoordig. NPG is ook een beetje sturend op energietransitie voor een deel. Daar zitten een paar cruciale fouten in. Bij wie kunnen wij terecht? Ons. Echt? Ja, dat is gewoon een goed. Kijk, bij ons, onze directie bestaat uit 4 afdelingen. Ik zit in de afdeling Algemeen Beleid en Energietransitie, wat gaat over het bredere kader. Maar we hebben ook een afdeling en die gaat over bouwregelgeving en bouwkwaliteit. Die gaan over het bouwbesluit, die gaan over de NPG, die gaan over de BENG. Dus laten we er zo meteen even over hebben en je krijgt mijn e-mailadres. En juist als er, wat ik hoor vaak dat er problemen zijn in regelgeving die echt storend zijn in de markt. Soms lijkt het alsof het er zo in is, soms is het ook echt zo. Dus al die informatie die helpt alleen maar bij het herontwerpen van die regelingen. Dus het heeft een effect namelijk dat het uiteindelijk voor sommige gebouwen meer energie kost. Daar kun je het dan even over hebben. Oké, prima. Martin heeft ook meegewerkt aan een boekje over circulariteit, waar de systeemfouten ook hebben we allemaal geanalyseerd met onze deelnemers. En dat gaan we ook na de zomer gaan we dat aanbieden. En dan zullen we ook zorgen dat het jullie kant zeker opgaat. Dat hoeft allemaal niet zo lang te duren met formele boekjes en zo. Nee, maar goed, dat doen wij zelf wel. Want als wij niet echt verzamelen, dan... Kijk, pioneering bestaat wel bij de gratie van de mensen die hier in de zaal zitten en niet andersom. Ja. Dus wij proberen ook het wel terug te leggen weer bij de deelnemers en zorgen dat we ook die verbindingen maken met jullie. Dus... Maar we kunnen het ook veel informeler nog, Jan. Dank je wel. We gaan even kijken naar het filmpje van de renovatie versnellen. Honderden wijken in Nederland worden de komende jaren en decennia opgeknapt en gerenoveerd. Onder meer de woningcorporaties zijn hier hard mee bezig, maar dit kan sneller en slimmer. Je ontdekt eigenlijk dat de corporatie naast je of een paar steden verderop eigenlijk met exact dezelfde dingen bezig is. En dat je van elkaar kan leren en daardoor ook kan zien dat je dingen kan herhalen wat een ander al een keer gedaan heeft. En dat gebeurt nog heel weinig, er wordt heel weinig herhaald. En daar zit wel een grote kans. Adviseurs van de renovatieversneller pakken de handschoen nu op om die kans te benutten. De grote uitdaging is natuurlijk, hoe doen we dat nou op zo'n manier dat we die kosten naar beneden kunnen krijgen en dat we opschaling kunnen krijgen. De truc is natuurlijk om bouwstromen te creëren. Dus we moeten weg van het project denken, we moeten naar bouwstromen. Er is subsidie voor partijen die een start willen maken met innovatieve renovatieprojecten.
gezamenlijk, oftewel in collectieven. Wat kun je bundelen en wat kun je niet bundelen? He, dus je ziet op het gebied van woningtypen zijn er al initiatieven. Je zou het op het gebied van componenten, elementen, he, dus daken, gevels. En dat moet je natuurlijk gewoon zo slim mogelijk met elkaar doen. Een voorbeeld vinden we in de regio Utrecht, waar woningcorporaties, bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven en installateurs elkaar gevonden hebben in een gezamenlijke aanpak. Ja, we zijn hier bij woningen van GroenWest en wat wij doen is wij verzamelen op basis van verschillende beeldbronnen, dus satellieten, vliegtuigen, drones, inspecteurs en auto's, fotomateriaal. En daarmee zien we hoeveel kozijnen dat er zitten, of er metselwerk zit, of er houtwerk zit en dat soort zaken rondom een gebouw. Hier wordt, als het aan de initiatiefnemers ligt, met respect voor de privacy van de bewoners, met beeldherkenning de gebouwde omgeving in kaart gebracht. Dus we weten het bouwjaar, maar ook precies de hoogte. Dit is het kozijn, hij behoort tot deze kozijnfamilie eigenlijk. En die heeft dus zoveel strekkende meter schilderwerk. Traditioneel gezien keken we naar projecten. Dus we werden vooruitvragen dan door een woningcorporatie, bijvoorbeeld deze straat. En er werd gekeken van oké, wat hebben we hier? Eerst ging de woningcorporatie langs om dit überhaupt inzichtelijk te maken. Deed de uitvraag, toen kwam de vastgoedonderhouder aannemen, deed exact hetzelfde. Het leuke van beeldherkenning is dat als je die data beschikbaar stelt voor alle partijen en daar ook informatie in kan brengen, dat je die stappen overslaat. Dus je hebt gewoon al een procesversnelling in de voorstadia van je project. En dat kan tussen de 3 en 9 maanden dat project in 1 dag gewoon teruggebracht worden, doordat je data beschikbaar stelt van iedereen. Kortom, schaalvergroting, ketensamenwerking en kostenreductie. De renovatieversneller is ermee bezig. In alle regio's van Nederland. Waarom is dit alleen maar 1 project? Waarom wordt dit niet uitgevent als concept? Werk het door, maak er een standaard concept van en ga met dat concept de boer op. Zodat de echte klus zich uiteindelijk helemaal op de bewoners kan richten. Ja, top. Hoofdprijs. Na wat het was en nu is, is dit gewoon pure luxe. Ik denk, hadden we dat maar veel eerder gedaan. Was het maar eerder gebeurd. Dat denk ik. Nou, sterkte in de toekomst allemaal. Inmiddels zijn aan tafel Rudy Lichtenberg en Gerard Salemink. Rudy, begin bij jou. Stel je even voor. Ik ben dus Rudy Lichtenberg. Ik ben manager vastgoed bij Meander Wonen. En daarnaast ben ik ook voorzitter samen met Pioneering, waarin we ook diverse innovaties op het gebied van verduurzaming. Mooi, dankjewel. MDO, waar staat dat voor? De meest duurzame oplossing. Kijk, dat is een betere werk. Gerard. Gerard Salemink, ik heb 2 petten op. Ik werk voor Saxion Hogeschool, voor de lectoraat Sustainable Building Technology. En ik ben de leider van de onderzoekslijn resultaatgericht bouwen en verbouwen. Dus niet alleen beloven, maar ook presteren. Daarnaast werk ik voor Pioneering en ben ik vooral bezig met de energietransitie. En dan vooral met de MDO-labs van de Twentse corporaties. Goed, nou, we zitten aan tafel en we zouden het hebben over de renovatieversneller. Maar het filmpje laat zien wat de renovatieversneller beoogt. En jullie hebben de ervaring in. En het lijkt mij leuk om de ervaring met Evelien en Jan te delen en te kijken wat voor oplossingen jullie bedacht hebben waar je tegenaan loopt. Evelien is bezig met de regeling, Jan die kijkt erop toe. Dus volgens mij zitten we hier met het juiste gezelschap om even meters te maken. Zal ik bij jou beginnen, Rudy? Ja, we hebben met een aantal corporaties een poging gedaan om in te schrijven. En wij liepen er tegenaan dat interne besluitvorming best lastig was. Er zijn heel veel opdrachten voor de komende jaren al weggezet. Er zijn al keuzes gemaakt voor complexen. En als je dan binnen een aantal maanden dan toch dingen bij elkaar moet brengen van minimaal 3 verschillende corporaties, dat bleek in de praktijk lastiger dan we in eerste instantie gedacht hadden. Dus daar liepen we tegenaan. Het was gewoon te kort dag voor ons om dat af te stemmen. Oké. Ja. En zijn jullie dat nu aan het veranderen? Want de gedachte om dingen samen te doen is natuurlijk niet weg. Nee, de gedachte om dingen samen te doen is zeker niet weg. Dat is ook een deel van de oplossing, denken wij. Aan de andere kant horen we ook wel veel dat voorspelbaarheid ook voor marktpartijen heel belangrijk is. Dus niet alleen het opschalen, maar ook de voorspelbaarheid. Nou, daar zijn we natuurlijk als corporaties niet altijd heel erg goed in gebleken om voorspelbaar te zijn, ook naar de markt toe. Dus daar hebben we denk ik ook nog een opgave. Ja, ik hoorde Jan daar al de treintjes over noemen die eigenlijk moeten ontstaan om dingen beter voor elkaar te krijgen. Ja, nou ja, dat heeft onder andere met dit soort dingen te maken. Je hebt... Als corporatie we noemen dat strategisch voorraadbeleid. En dat moet allemaal maar gaan passen bij elkaar. En dat moeten dan de goede treintjes gaan opleveren. En dat is in de praktijk gewoon lastig. Dus het gaat ook over de interne cultuur? Je moet ook los willen laten als corporatie. Als je samen met een ander wat wilt gaan doen.
Dan betekent dat ook dat je een deel van je eigen ideeën los moet laten. Nou, dat is voor een aantal corporatiemensen best lastig. En ik herken dat zelf, moet ik zeggen, ook wel om heel eerlijk te zijn. Dat je toch wel denkt dat je eigen visie daarop wel het beste is. Ja, dat is niet altijd zo. Ja, Gerard, je loopt daar heel lang mee volgens mij. Je ziet die beweging. Ja, wat is jou nou het meeste opgevallen bij die renovatieversneller? Ik wil even nog één ding aanhalen. Dat is, we hebben het over trendjes. Dat klinkt heel mooi, maar je hebt dus te maken met planningen van corporatie, van bouwbedrijf en van industrie. Als die drie niet op elkaar zijn ingespeeld, dan blijf je piekbelasting houden. En moet als de fabriek ook piekbelasting heeft als voorbeeld, dan betekent dat het paneel of wat je nodig hebt per stuk duurder zal zijn, dan dat je in een continu flow kan plannen. Nou, dat geldt ook voor de aannemer. En je ziet veel, corporaties hebben hun planningen en dan komen er in één keer in april komen er heel veel projecten vrij. En we hebben het in andere trajecten gezien, dat geeft helemaal geen prijsreductie dan. Dus die planningen die moeten over die drie lagen goed op elkaar afgestemd worden. Dat is de enige manier waarop je deze krijgt. Nou, dan even over de aanvragen. Dus het spoorboekje moet op alle fronten kloppen, zeg maar. Ja. Ja. En het andere is, toen we die aanvraag kregen, dan moeten corporaties al 3-4 jaar van tevoren, volgens een nieuw rekensysteem met warmteverlies per vierkante meter, ze denken allemaal in de patronen van RC's en dergelijke, maar dan moet je dus al 3-4 jaar van tevoren gaan zeggen dat die wijk, die nog helemaal niet gecommuniceerd is met de bewoners, die wijk gaan we die woningen inbrengen. Ja. Met andere woorden, op adresniveau ook nog. Op adresniveau. Ja. Terwijl het best kan zijn dat een project op een andere plek naar voren schuift, omdat om welke reden ook bijvoorbeeld die 70% deelname niet wordt gehaald. Of dus dat. En soms is het ook zo dat in de vastgoedplanning wel gebieden op de rol staan, maar nog niet. Het kan best zijn dat de bloemenbuurt iets vooruit gaat of iets naar achteren gaat. Ja. Nou, in al die volgens mij is jouw punt hartstikke duidelijk, Evelien. Ja. Dus kom je dit meer tegen? Is dit nou een ding waar, jullie zeiden net, de regeling misschien een beetje aangescherpt of veranderd? Nou, we hebben wel gehoord dat die tijd die er was voor de eerste indiening, ik geloof 6 maanden, dat dat toch kort was. Omdat inderdaad, als je echt samen moet werken met verschillende woningcorporaties, verschillende culturen, verschillende planningen en dan de aanleverende partijen, dat vergt zoveel nieuwe samenwerking en vertrouwen en dat hebben we wel gehoord, dus dat nemen we wel mee volgens mij. Maar die 6 maanden is uiteindelijk voor de corporatie nog een minder, want je moet elkaar eerst gaan vinden. En dan heb je uiteindelijk, hadden we nog maar volgens mij 2 maanden over toen we echt de keuze hadden gemaakt, we willen het gaan doen. En toen lukt het gewoon niet meer. Jullie zijn best wel een eind gekomen, toch? We zijn heel eind gekomen, ja. Maar het zat maar op besluitvorming vast. Als je op onze plek zou zitten, want ik ben namelijk... Kijk, wij hebben die regeling ontworpen en daar zitten zeker weten heel veel dingen in die niet goed zijn gegaan. Dus dat willen we ook met elkaar, zeg maar, nu goed neerzetten. Maar als je nou op onze plek zou zitten, want ergens merk ik ook dat je eigenlijk wel tevreden bent over het feit dat min of meer corporaties nu een keer gedwongen worden om over hun eigen grenzen heen te kijken. Dus dat je zegt dat er meerdere corporaties moeten samenwerken, alleen dan hadden we ze meer tijd moeten geven en we hadden het, wat u zei, iets minder bureaucratisch moeten maken met precies die getallen. Maar is die basisgedachte van dat je wil dat corporaties over hun eigen grenzen heen kijken? Want als die corporaties allemaal blijven werken op de systematiek waarop ze deden, krijg je ook nooit jouw opschaling in die... Hoe zou je het doen? Nee, ik ben het eens met het verhaal dat het de hele goede elementen zijn dat je dat samen met corporaties moet gaan doen. De opgave is te groot om het allemaal individueel te gaan doen. Maar als je mij nou vraagt, heb ik voor jullie dan de oplossing hoe je het dan wel zou moeten doen? Ik vind het heel lastig, want wij lopen, zeg maar, toen wij de regeling kregen, en toen zeiden we tegen elkaar, nou, dat moet ons lukken. Het leek een vrij simpele regeling. Je gaat ermee aan de slag en dan blijkt toch dat de praktijk net wat weerbarstiger was. En bij ons zat het dat echt op de besluitvorming. Ik heb laatst in platform 31 een discussie gehad. En dat ging ook over allerlei samenwerkingsverbanden, niet alleen over de renovatieversneller. Maar dan zag je toch dat heel vaak de interne besluitvorming bij corporaties de bottleneck gaat zijn. Omdat het dus de laatste jaren nogal aangescherpt door alle excessen die er geweest zijn. Er wordt heel sterk gekeken naar besluitvormingsprocessen binnen corporaties. En die focus daarop maakt het niet makkelijker om wat flexibel in je eigen besluitvorming te zijn. Ja. Ik denk dat dat ook wel een element is waar we misschien de komende jaren wat meer afstand van kunnen gaan nemen. Omdat we merken wel dat ook de toezichthoudende instanties weer wat soepeler naar corporaties aan het kijken zijn. Hè. Dus dat zeg maar de enorme focus daar wat afgaat. Nou, ik hoop dat dat wel wat verbetering gaat brengen. De nieuwe woningwet, hè, die is net aangenomen, staat ook dat duurzaamheid echt een van de kernelementen is, ook van corporaties. Ja.
ik denk misschien dat ik even terug wil nemen op de rol van brancheorganisaties of koepelorganisaties. Hier speelt EDES natuurlijk wel een belangrijke rol, denk ik. Of kunnen ze spelen door ook die woningcorporaties meer te informeren over wat er mogelijk is. Of wat er aan ook toekomstige renovaties sneller het belang is. Om ook bestuurders misschien wat meer mee te nemen en aan te geven dat goede besluiten kunnen zijn om wel samen te werken. Hè? Dus ik denk dat je daar... En ze hebben ook natuurlijk een voorlichtingsfunctie. En ze zijn ook erg bezig met de nieuwe routekaarten, die CO2-routekaarten. Dus alles komt wel een beetje bij elkaar, denk ik, zometeen. Maar nou heb je het nog wel heel erg over de mensen die redelijk direct betrokken zijn. Dit gaat ook, hoor ik Rudy zeggen, bijna tussen de regels door. Het gaat ook over de toezichthouders. Die moeten ook die stap durven maken om weer die ruimte te geven aan die bestuurders. Ik zie bij Wonen, ze zijn hier allemaal lid van Wonen, 14 Twentse corporaties. En die hebben nu echt met elkaar afgesproken dat ze ook meer dingen samen gaan doen. Maar dat is nog niet gezegd dat het ook in de praktijk gebeurt. Dus wellicht is dat nog een tip voor jullie. Ook die toezichthouder, dat is echt een aparte groep. Die is natuurlijk heel erg verkrampt geraakt in dat hele toezichthoudende deel. Je hoort het ook wel vaker met de mate waarin je bijvoorbeeld isolatie zou kunnen toepassen, dat die ruimte er eigenlijk wel is, maar dat je dan in bepaalde ratio's die toezichthouder vraagt, daar dat je daar net overheen komt en dat je daardoor terughoudend bent in de investeringen die je doet. Ja, dat klopt. En wat ik zelf nog wel meestal noem, je moet bij de corporaties moet je natuurlijk wel, er moeten allerlei beslispunten, allerlei deurtjes moet je door. Er hoeft maar één deurtje dicht te zitten, hè, en dan wordt dan heel snel naar beleid gezet. Maar vaak zijn het mannen, ook nog geregeld van mijn leeftijd, die op de afdeling projecten zitten. Die moeten ook mee. Ja. Dus het is tot raad van commissarissen, maar ook gewoon de afdeling projecten. En als jij gewend bent en vertrouwd bent in een bepaalde manier van werken, en met de ene marktpartij goede ervaringen hebt en de andere minder goede ervaringen, ja, dan gaan mensen traditioneel voor hun gevoel de gemakkelijkste wegen bewandelen. En dat is dit niet. Dus het is ook een interne cultuurverandering. Ja, mag ik nog even daar een vraag over stellen? Want nu hebben we een hele sterke focus op de corporatie. En daar denk ik dat je inderdaad precies dit tegenkomt. En, maar aan de andere kant denk ik ook wel eens, is het nou ook niet zo, misschien een beetje de knuppel in het hoenderhok hoor, maar dat de bouw daar eigenlijk ook veel te afwachtend in is. Want als ik met de bouw praat, dan zegt de bouw altijd, ja, kom maar met die treintjes, want dan innoveer ik wel. En dan denk ik, ja, maar precies deze beweging maken bij corporaties, daar kan jij als een innovatieve bouwer die dat aanbiedt en die ze ontzorgt enzovoort, eigenlijk veel meer stappen zetten. En dat je veel sneller tot een soort samenwerking komt waarin je deze cultuurverandering bij die corporaties sneller voor elkaar krijgt. En soms heb ik de indruk dat bouwers daar een beetje te afwachtend in zijn, laat ik het zo zeggen. Kijk ik even in de zaal, Hans. Komt dat? Ja. Zijn bouwers te afwachtend? Hans, jij kan daar gelijk ook op reageren. Ik weet dat je dat Koopmans er ook volop mee bezig is. Ik ben Pascal Lotjenhuis van de Travel Groep. Ik denk dat we niet te afwachtend zijn met z'n allen. Je merkt heel erg, en ik denk dat Gerard de spijker op de kop sloeg van beleidsmatig en de afwachtende houding. Onzekerheid zorgt ervoor in grote projecten dat heel veel dingen ook niet voor elkaar komen of dat treintjes niet gemaakt kunnen worden. Wij zijn in Twekkelenveld nu bezig met de gemeente Enschede. Twee corporaties vanuit een nieuwbouwproject om het volop scenario, zeg maar, in de warmtebaan daar te versnellen. En dan merk je gewoon dat de opgave bij de corporaties inderdaad heel complex is en niet maar zo even delen van wijken naar voren gehaald kunnen worden, omdat je daar een grotere opgave voor hebt in zo'n wijk. Dus ik denk dat we als marktpartijen zeker wel echte ketensamenwerking zijn aangegaan. Wij hebben er nu 9 lopen waarbij je echt die keten verlengt. Bij ons aan de achterkant en wij aan de voorkant. En ik denk dat daar hele goede voorbeelden van in de markt zijn. Is dat iets van de afgelopen 2, 3, 4 jaar? Of deden jullie dat daarvoor ook al? Wij deden het al veel langer. We hebben een aantal intensieve en lange durige samenwerkingen. Daar zijn we ook van. Maar je merkt dat de vraag nu steeds meer komt. Dus als je kijkt naar de bouwstroom Drenthe bijvoorbeeld, zijn we ook met een collega bedrijf ingestapt. En daar zie je de versnelling wel degelijk komen. Dus, En de, zeg maar op basis van de typologieën aanbodgericht gaan werken. Ik weet dat Koopmans, we hebben met Pioneering samen een pilot gedaan met 2 studenten om te kijken of we langs typologie ook wat kunnen vinden. Hoe kijken jullie daar dan naar? Want bedoel, dat kan je gewoon zelf uitzoeken. Daar heb je nog niet eens een coöperatie voor nodig. En daar kan je ook producten op ontwikkelen. Hoe kijken jullie daar dan naar? Nou, ik denk dat wij gezamenlijk in de markt heel veel producten beschikbaar hebben, zowel industrieel als duurzaam als productmatig. Maar het heeft er inderdaad vaak met beleidszaken te maken. Dus je merkt dat corporaties ook vastzetten aan aanbestedingsbeleid. Dus beleidsmatige zaken zetten heel veel dingen op de rem. En de echte ketensamenwerking zou dat kunnen versnellen. Daar ben ik heel van overtuigd. En zoals Gerard dat schetst, je weet
welk bezit je hebt, je weet in welk tempo je renoveert. Daar zou je ook producten bij kunnen ontwikkelen die je in een, nou ja, min of meer gecontroleerd, zoals Gerard dat zegt, reeks wegzet. Is dat dan denkbaar met de markt? Is maar een deel. De nieuwbouw is natuurlijk maar 3%. Ik denk dat de grootste opgave zit, ja, dat zit vooral in de renovatie. Dus dat zijn de panelen. Dus, en de dat soort zaken. En de particulieren. Wat wij nu in Twekkelenveld ook meemaken, is dat we twee corporaties aangehaakt hebben, volop schema kunnen vullen met de nieuwbouw. Maar met name die groep particulieren die ook betrokken zijn nu, voor een deel, ja, om die mee te krijgen. En ja, ik ben bang dat ook particulieren nog niet gaat zeggen, ik ga 10.000 euro in mijn woningstooi steken, om alleen maar van het aardgas af te komen. Dus, nee, maar daar zit voor ons ook een hele grote uitdaging, ik bedoel, met elkaar. Maar dat, we hebben het nu over corporaties en daar kan je vraag nou al redelijk makkelijk bij elkaar brengen. Want de corporatie heeft zelf al een redelijk grote vraag en als je die bij elkaar brengt, ben je er snel. Maar een hele grote uitdaging zit vooral in hoe, nou, wij noemen dat zelf het individuele spoor. Maar dus de wijkaanpak waar je zo meteen een wijk hebt, maar dan heb je ook gewoon het individuele spoor. Maar hoe collectiviseren we dat individuele spoor? Hoe zorgen we nou voor dat er een soort contingente aanpak komt of zo, waardoor daar ook eigenlijk schaal in kan worden gemaakt aan die kant? Ja, en het gespikkeld bezit, volgens mij is dat dan ook een... Is ook zo. Het onzekerheid, dat merk ik in de gesprekken met de corporaties, met de gemeente erbij en natuurlijk in dit geval, merk ik dat de onzekerheid dat er geen beslissing genomen wordt, waardoor eigenlijk de zaken op de lange baan geschoven worden. En een corporatie moet afwegingen maken in welke wijk we de middelen gaan inzetten. Dus, en waar de zekerheid valt, daar gaat het naartoe. Ik had nog één ding te denken, dat ik nog misschien, want ik zie ook jullie blokken waar jullie zeg maar mee bezig zijn vanuit Pioneering. Wij hebben net weer een eerste bijeenkomst gehad van zeg maar, de opvolging van de bouwagenda. En dat heet het bouwberaad. Daar hebben we met elkaar eigenlijk vijf thema's benoemd. En ze staan daar volgens mij allemaal. Want dat is namelijk opschaling, waar zo'n renovatiesneller zo onder komt te zitten. Dat echt een belangrijk onderdeel is. Circulair als een belangrijk onderdeel. Maar ook vooral digitalisering. Ik dacht misschien is het nog wel leuk om te noemen dat op het gebied van digitalisering, het is een beetje prematuur, maar we gaan het digitaal stelsel gebouwde omgeving, daar wordt aan gebouwd vanuit de DigiDeal Go. En dat digitaal stelsel gebouwde omgeving, daar lijken nu ook echt middelen voor om dat te gaan bouwen. Dus dat wordt gemaakt. Dus ik hoop dat we daar met elkaar veel aan hebben en dat we dat ook samen inbreng voor hebben. Maar dat is dat digitale deel. En dan heb je het emissievrije, zeg maar, dat de bouw in zichzelf ook verduurzaamt. We hebben bij het vorige kabinet, zeg maar bij de vorige Prinsjesdag, een 500 miljoen geregeld voor de verduurzaming van de bouw zelf in het kader van het stikstofbeleid. Daar komen nu hele grote subsidieregelingen om het bouwmaterieel te vergroenen. En aan de andere kant willen we ook, en daarom trigger ik erop, het aanbestedingsbeleid zo vormgeven dat daarmee wordt gestuurd op digitalisering, dat daarmee uit wordt gevraagd, emissievrij wordt uitgevraagd en verduurzaamd. Dus dat je in ons, wat ik vind dat we daar misschien nog, daar zijn we mee bezig als Rijk, maar daar kunnen we op versnellen. Met vooral vanuit de RWS en RVB. Dat we ook proberen te sturen op via onze aanbestedingsspoor op die verduurzaming en die digitalisering. Veel aanmoedigender. Ja, en we hebben, en dat ik weet niet, vanuit het BTIC en de TK Urban Energy zijn er ideeën over hoe zorgen we ervoor dat de innovatiekant, we hebben die MMIP's, maar hoe zorgen we ervoor dat veel afkortingen nu, Jan. Ja, veel afkortingen. Voor de mensen die niet zitten. Vragen. Nog een keer, eens. De TKI Urban Energy is de topsector voor de gebouwde omgeving. Daar lopen de meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's. Dat zijn hele grote innovatieprogramma's waar consortia hebben ingeschreven en waar bijvoorbeeld ook het Bouw- en Techniek Innovatiecentrum uitgefinancierd wordt. En dat werkt volgens mij heel intensief samen ook met Saxion en volgens mij ook met Pioneering. Ja. Maar goed, we zijn dus bezig met die innovatiekant te versterken. Mag ik daar op inspelen? Ja, graag. Ja, ik heb iets over de data. Je moet de data niet beperken tot de bouw. Het tweede is over die programma's. We hebben zo'n programma gedraaid. En daar hebben we woningen, zoals dat heet, thermisch gecompartimenteerd. Oftewel, we hebben de woonkamer en de keuken hebben we anders geïsoleerd dan de rest van de woning. Het gaat me niet, ik doe even dit voorbeeld, maar het gaat me om meer. Dan zie je dus dat we hebben aangetoond dat die woningen aardgasloos zijn. Dat ze over het jaar voor de doelgroep die er woont nul op de meter zijn. En comfortabel ook. Hè? En comfortabel. Alleen we lopen dan vast voor het financieringsmodel voor de corporatie. Omdat ze de energieprestatievergoeding niet mogen gebruiken. Dus ik zou ook wel wat. En zo zijn er meer innovaties her en der bezig. Ik zoek ook naar wat ruimte. Om dus te zeggen: we hebben die CO2-reductie. We hebben betaalbaarheid voor de huurder. Maar voor de corporatie moet er ook een business case in zitten. Want als jullie over 3000 woningen heel veel geld er naartoe moeten brengen. En het prachtig is voor de huurder. Omdat een deel van de huurders zelfs een negatieve energierekening heeft.
Maar jullie kregen alleen de vergoeding van de zonnepanelen die niet gebouwgebonden zijn, oftewel 3 tientjes in de maand. Daar kunnen jullie het project niet voor doen. Nee. Klopt. Maar dat zou dus ook enorm helpen in het versnellen van de renovatie, volgens mij. Als je, dus je moet niet meer naar het hele huis kijken, plat gezegd, maar kijk ook naar de delen en of dat nou ook in die regelingen zou passen. Dat zou denk ik wel... Er zijn er ook anderen met andere innovaties bezig, maar ik zou graag ruimte zien, want dat zijn concepten die nu een van de ondernemers hier in de zaal ontwikkelde nu verder door. We hebben het gedaan in Enschede en dat wordt nu doorontwikkeld in Hengelo. Maar dan zie je dus eigenlijk dat het klassieke patroon, een woning wordt aangepakt op standaard 20 graden woonkamer, 18 graden in de slaapkamers, al dat soort dingen. We hebben de moe rekenregels die hem wat dat betreft eerder vastzetten en de opschaling niet stimuleren. Ja, nou, maar het is hetzelfde als net. Kijk, als er wetgeving is of regels zijn die ervoor zorgen dat een fatsoenlijke transitie daaraan in de weg staat, dan moet je dat melden en dan gaan we er met elkaar over hebben. Kijk, zo'n EPV zijn we ook aan het kijken hoe die herontworpen zou kunnen worden. In die renovatiesneller lag het er wel dik bovenop dat het niet goed in elkaar zat. Maar ook bijvoorbeeld bij zo'n NPG of bij een Beng. Als daar dingen in zitten waarvan je zegt, ja, dit klopt niet, dan moeten we met elkaar over hebben. Ja. Ja. Het is overigens voor een club als Peining soms lastig om dit soort projecten ook van de grond te krijgen. Omdat het eigenlijk nog niet kan of niet mag. Hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? Wij zijn een club die partijen, kijk rond, we brengen ze bij elkaar. Maar hoe kunnen we dat nou doen? Kunnen we dan vragen om ontheffing op onderdelen om het gewoon te proberen of zo? Kijk, het is ingewikkeld, hè, want ik denk dat er altijd best wel veel ruimte zit, maar bijvoorbeeld in zo'n EPV, ja, dat is gewoon wel ingekaderd. En zeg dat maar is een experimentele ruimte, nu niet. Maar we zijn hem nu wel aan het, hij is geëvalueerd, er waren een aantal kritische punten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe kunnen we die vereenvoudigen en vergemakkelijken en die split incentive opheffen. Dus dat de corporaties toch een stroom krijgen voor de investeringen die ze doen. Ja, thermisch compartimenteren heet het. Ja. Het gaat me wat minder om het voorbeeld, maar om het principe. Ja. Experimenteerruimte is wel last, maar op het juiste moment aanhaken. Dus dat vind ik wel, we vroegen aan het begin van hoe maken jullie het beleid? Nou, in eerste instantie zaten we met een klankbordgroep met Edes, Woonbond en Stroomsnelling. En later werd ik uitgenodigd bij een sessie van de Stroomstelling met echt woningcorporaties zelf en mensen uit de gemeente. Ja, toen dacht ik, nu krijg ik mensen die het snappen en die er echt in zitten. En wat we nu eigenlijk meer doen zijn bepaalde sessies en met verschillende mensen van woningcorporaties of bouwers of mensen die echt experts zijn op monitoring, gewoon het gesprek aangaan en kijken van hoe zouden jullie het doen? Jullie hebben al ervaring mee en dat vind ik zelf wel het leuke. Dus beleid maken echt met de stakeholders zelf. Maar goed, de energieprestatievergoeding is wel een vrij ingewikkelde regeling. Maar we hopen toch, we zien er wel toekomst in het hele kader van de energietransitie. En de verschillende opgaven voor woningcorporaties. Want het ligt natuurlijk ook aan, wil je naar all-electric gaan of ga je naar een warmtenet? Rudy, voor jou nog de laatste opmerking of vraag, want anders moeten we alweer ophouden. Nou ja, we praten straks nog wel even verder, maar ik wil toch wel graag zo de bouwers aan tafel. Je zei het zo mooi, die experimenteerruimte is er niet. Je zou wel iets willen hebben omdat ze... Het ligt aan welke regelgeving. Niet bij die energieprestatie nu, maar wel, wel misschien bij andere regelingen. Dat ligt een beetje aan, volgens mij. Ja, dat is dan voor ons wel ik denk dat wij daar dan ook niet voldoende kennis hebben om te weten welke regeling daar dan wel voor geschikt zou zijn. Maar wij zouden er zo graag daar gebruik van willen maken, omdat wij denken dat het doel daarmee gehaald wordt. En soms is het misschien ook gewoon een kwestie van niet precies weten wat kan. Ik wil niet altijd zeggen dat de regeling niet helemaal goed is, misschien. Maar dat klopt. Maar bij de renovatieversnelling is volgens mij wel juist het bedoeling om te kijken van wat zijn verschillende opties. Dat de nieuwe variant zou meerdere mogelijkheden voor opschaling en verduurzaming moeten stimuleren. Er zit altijd een spanning gewoon voor ons tussen de verantwoording over het fatsoenlijk uitgeven van middelen. Ja. Waar je gewoon waarborgen bij moet hebben. Dat gecontroleerd moet worden door een rekenkamer. Dat je dat geld niet zomaar uitgeeft. Daar probeer je waarborgen voor te zoeken. En bijvoorbeeld, en soms slaat dat door. Soms zit het daar gewoon vast. Maar wij kunnen niet, zeg maar, in financiële regelingen. Nu ook voor bijvoorbeeld dat die 3 nog afgewezen werden. Terwijl er eigenlijk precies gebeurt wat je ongeveer wil. Maar dat er gewoon te weinig punten worden gescoord. Ja, dat is een subsidieregeling. Waardeloos. Bij de energieprestatievergoeding heb je natuurlijk ook de positie van de huurders, die vrij wettelijk ingekaderd is. Ja. Maar mag ik nog één ding vragen? Ja, zeker, ga je gek. Waar ik heel benieuwd naar ben, want ik vond het interessant, ik hoorde over de ketensamenwerking hier en die dan ook in Drenthe gebeurt. En waar zou je, zeg maar, los van regeling of geld, zo'n soort aanjaagfunctie, waar hebben jullie behoefte aan? Is er belang ook bij mensen die zo'n proces op gang brengen of corporaties samenbrengen? Hè? Een soort... Nou ja. Zijn jullie tevreden over Pioneer Week? Ja!
Nou ja, hier gebeurt het misschien wel. Hier gebeurt het natuurlijk. En ook is dat belangrijk? Heb je daar, is dat inderdaad? Ja, dat is absoluut belangrijk. Op het moment, al was het alleen maar voor het elkaar kennen en elkaar tegenkomen. Want op het moment dat je een langdurige relatie met elkaar wilt aangaan, want daar heb je het vaak over als je in de keten gaat samenwerken. Nou, dan is het best fijn dat je vertrouwen hebt in die partijen waar je dat mee doet. En ja, ik denk dat we misschien hier in het oosten daar nog wat meer zitten dan in de rest van Nederland. Maar dat we dan wel fijn vinden dat we de mensen kennen waar we dat mee doen. En dat niet alleen maar puur op basis van een aantal criteria gaat. Maar dat het ook wel gaat op dat we elkaar in de ogen kunnen kijken en zeggen van met jou durf ik het wel aan. Want dat vinden wij denk ik nog steeds heel plezierig. Ik denk dat het wat meer van intern moet komen en wat minder door weer een extra adviseur erop te zetten. Oké. Verbindingen zijn er wel. Dat zie je ook wel vandaag volgens mij. Dankjewel. Als jullie willen ruilen dan gaan de bouwers aanschuiven. Jeroen van Dijk, Berry de Jong. Ja, ik ben Jeroen van Dijk. Ik heb een bouwonderneming, doe projectontwikkeling, nieuwbouw, met name nieuwbouw, dus wat minder renovatie. En we hebben een fabriek waar we onderdelen voor onze eigen bouwconcepten produceren, maar ook voor derden. Berry. Ik ben Berry de Jong, ik ben innovatiemanager bij Plegfos. En wij zijn bezig met de ontwikkeling van onze slimme huisfabriek. We hebben al jarenlang een productielocatie waar we op basis van houtskeletbouwelementen woningcomponenten maken. We maken nu de slag naar een volledig gerobotiseerde omgeving, productielijnen, om in elk geval de eerste componenten daarmee te kunnen gaan maken. Dat zijn de gevelelementen. Daar zien wij in de hele transitie en de energietransitie, maar eigenlijk alle opgaves die in de bouw zijn, nieuwbouw, energietransitie, verduurzaming, noem ze allemaal maar op, zien we een hele belangrijke rol in de gevels. Dus die gaan we super efficiënt maken en daarmee eigenlijk een soort van opschaling forceren eigenlijk. Hè? Dat we in elk geval dat we niet meer achter onze capaciteit kunnen verschuilen. We maken eigenlijk complete halkernen voor nieuwbouwwoningen, installaties, skids. Eigenlijk alle componenten die we bij een woning nodig zijn, doen we nog. Of gaan wij doen. Waarbij we vanuit de betonconstructie uitgaan. Omdat we zitten nog wel in een markt zeg maar, die enerzijds nog wel van steen houdt. Zeg maar. Maar we zien gelukkig wel de beweging dat hout steeds meer toegepast wordt. Ja, wordt toegepast, maar ook dat het meer geaccepteerd wordt. Want dat is een heel groot ding. Maar daarin zijn we ook aan het opschalen dat we meer, nog meer naar hout gaan. Dus, maar met deze beweging zorgen we ervoor dat we enorme CO2-uitstootbeperking kunnen doen. We zijn nu met TNO bezig om dat ook te valideren. We hebben onze eigen berekeningen, we kunnen aantonen dat we minstens 60% van onze eigen uitstoot. Ik hoorde net al van de bouw moet ook zelf daar wat aan doen. Nou, dat is één ding wat we daarmee aan het doen zijn. En een ander ding is zeg maar meer houtgebruik, meer biobased materialen daarin te kunnen toepassen. Dus dat is eigenlijk waar we in de ontwikkeling waar we nu zijn. En dat gaat best snel, want begin volgend jaar moet de eerste hal produceren. En onze bestaande productielocatie doet het al, maar dat is meer een, ik noem het altijd een beetje meer een houtje-touwtje manier. Dat is nog steeds wel een mooie manier trouwens. Maar, dus de robots doen een intrede nu? Die gaan tweede helft van het jaar worden ze geïnstalleerd in onze nieuwe hal. Ja. Nou, dan moeten jullie zeker nog een keer langs de kluis en kom je kijken. Hè? Dit is toch precies wat er moet gebeuren? Ja, heb je daar nou allemaal ondersteuning of zo voor gehad om zoiets te maken? Of hebben jullie dat, is dat gewoon, dat verdient zichzelf terug, zeg maar? Want ik... Ja. Ik zeg heel snel ja, maar dat is eigenlijk wel de filosofie die wij als bedrijf hebben, zeg maar. Hè. Dus we zeggen altijd, geld volgt goede ideeën. Je moet er zelf achter staan. Dus in deze hebben we eigenlijk, zoals ik nu weet, volgens mij 0,0 subsidie hiervoor. Wij zien gewoon de kansen, we zien ook de vraag in onze pipeline van de markt, zeg maar. En daarmee doen we nu deze eerste stap. En dit is niet een stap van gisteren op vandaag. Ik werk nu sinds 2000, ik moet goed zeggen, sinds 2007 bij Plegfos. Mijn afstudeerrichting ging daar al over.
2013 in de crisis ben ik innovatiemanager geworden. Daar hebben we bewust gekozen om juist innovatie te zetten in plaats van te gaan mokken, zeg maar. Het waren hele moeilijke tijden, maar goed. En eigenlijk sinds die tijd zijn we na gaan denken hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet weer in zo'n crisis komen, dat we zelf meer aan het stuur komen te zitten en dat we eigenlijk het heft in eigen handen kunnen nemen. Dat is industrialisatie en het zelf maken van componenten en integreren van die keten. Is een van de. Waar lopen jullie nou het meest tegenaan dan in die ontwikkeling? Want ik heb dat rapport zitten lezen. Woningbouw betaalbaar en duurzaam versnellen. Daar zie ik van alles in over standaardisaties. Die nodig zijn, dus ook bij de renovatie versnellen. Als die panelen niet voor iedere locatie weer opnieuw onderzocht moeten worden, zou dat helpen. Zijn dat dingen waar jullie nou zeggen, nou dat moet? Ja, nou dat is denk ik wel een hele belangrijke voorwaarde. Hè. Dus we richten nu wel dingen in op huidige regelgeving, hè? Dus dat we daar in elk geval meer uit de voet kunnen, anders heb je geen business case, dan heb je een fabriek staan en dan moet je dan al die aanpassingen doen. Maar bijvoorbeeld uniformisering en standaardisering, en dat het niet elke keer anders moet of elke keer aantonen, zou een ding zijn. Hè? En bijvoorbeeld ook doorlooptijden van de processen, hè? Vooral voor de vergunningsprocessen bijvoorbeeld, of ontwikkelingsprocessen, die raken uit verhouding met straks onze doorlooptijd van onze productie. Dus we krijgen een hele rare knip in onze, en volgens mij hoorde ik hem net ook al, kijk, constante productieflow is heel erg belangrijk voor je kostprijs. Hè. Dus als dat Gerard het net over. En dalen zijn funest eigenlijk, en dan heb je of overcapaciteit of ondercapaciteit, kun je mensen weer naar huis zetten of de robots kun je uitzetten. Nou, dat kost gewoon geld, als ze niks doen kost het ook geld. Ja, en als je daardoor zeg maar wispelturigheid van bijvoorbeeld vergunningen of besluitvormingsprocessen van klanten, hè, daar hebben we ook mee te maken. Dat zijn allemaal eigenlijk voor ons externe factoren waar we in die zin weinig invloed op hebben. Als dat te veel onze processen gaat verstoren, dan, dan wordt het een lastig ding. En daar zijn we in de bouw denk ik wel heel creatief in, want daar werken we al jaren mee om dat zo klein mogelijk te maken. Maar je ziet nu wel zeg maar, ook dat door dat soort dingen zeg maar, heb je in één keer een hele piek in productie die je niet kwijt kunt, waardoor materiaalschaars ontstaat. Dus dan wordt die in één keer heel groot. Nou, dat gaan wij straks intern zeg maar, ook krijgen. En dat proces moeten we gewoon heel goed aan managen. Zijn er nou dingen, Evelien, waar je in een renovatie versnellen wat mee zou kunnen? Zeg maar, dat meer standaardiseren van dingen, die regelgeving die daarachter hangt? Ja, ik zat net even na te denken. Is dat die vraag over het certificaat? Ja, daar gaat het in feite wel over. Er staat ook, die wet die komt gewoon. 1 januari gaat die in, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen er dan ook naar handelt en dat de gemeentes het ook allemaal weten en dat ze er gebruik van kunnen maken. Dan merken we in de praktijk natuurlijk wel dat dat niet zo vanzelf gaat. Ik vind hem nog wel lastig. Heb jij daar wat meer? Dit is echt een bouwregelgeving, toch? Ik vind dat ook ingewikkeld. Ja, wat je zegt lijkt me heel logisch, maar ik weet ook niet waar nou precies de beknelling zit eigenlijk. Dus als dat, anders moeten we een keer over doorpraten. Maar kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij een geolied proces hebt en je zit daar telkens, kijk in die vergunningverlening van gemeenten, dan kan ik niet echt in sturen. Zometeen wel, voor de verduurzamingskant proberen we dus inderdaad die transitievisies en die omgevingsplannen, dat die duidelijkheid er is en dat je dan ook gewoon weet die wijk gaat over. Die zekerheid maakt volgens mij heel veel uit, dan kun je dat ook plannen. Maar hoe dat zit aan de nieuwbouwkant nu en hoe dat fluctueert. Ik heb daar weinig zicht op, eerlijk gezegd. Maar nou, ik denk, als ik daar even op mag inhaken, dat die beknelling die zit op een stukje onbekendheid en op tijd. Dus die combinatie maakt dat het heel vaak in de tijd wegloopt. En dan in deze tijd hebben we dan ook nog te maken met consequenties van materiaalprijsstijgingen, schaarste van materiaal en van personeel. En dan kom je weer terug aan dezelfde tafel met je opdrachtgever over de haalbaarheid van een project. En als je niet oppast, verval je weer in een discussie of het project überhaupt wel door kan gaan. En dat schakelt eigenlijk door. Maar het begint bij toch wel een stukje onbekendheid. En de reguliere vergunningstrajecten die niet meer heel erg aanhaken bij de snelheid van de ontwikkelingen zoals jij ze schetst. Maar ook de andere ondernemers die hier zitten, die heel erg industrieel gewend zijn nu om te gaan bouwen. Heel erg in die voorbereidende fase alles opgeleid hebben, daardoor ontzettend snel door kunnen pakken. Maar vervolgens afhankelijk zijn van wanneer mag je los met elkaar. En dat conflicteert volgens mij wel behoorlijk met elkaar.
En jullie kunnen dat ook heel specifiek maken, want dat is natuurlijk wel interessant. Je kan nog zo snel een huis bouwen, maar als je het dan niet ook nog sneller neer kan zetten of een renovatie sneller uit kan voeren, dan schiet je er met z'n allen niks mee op. En we hebben wel gezegd, ook met elkaar, van die renovatie sneller is eigenlijk ook een kennis- en leerprogramma. Hè? Dus het is niet, het hoort er eigenlijk bij, continu. En dat speelt denk ik ook voor die vergunningverlening bij andere tafels. Maar dat, ik zit even te kijken waar je dat nog meer... Ik snap het nu beter, maar wij sturen niet. Ik vind het lastig om te sturen op die vergunningverlening van gemeenten. Mm. Dat is weer een andere overheid, zeg maar. Maar het lijkt me wel goed. Kijk, we hebben een losse directie en die gaat over woningbouw. Die gaat ook over zometeen die versnelling in die woningbouw. Hoe dat eruit ziet. Ik kan het heel goed naar ze mee terugnemen. Daar met jullie nog een keer over hebben. Ja, want ik ben ook wel benieuwd waar dat dan in zit. Ik las iets in een voorbereiding die over startbouw, dat niet samenvalt met de hypotheekverstrekkingskant. Nou, ik had dat voorgelegd aan mensen van woningbouw en die zeiden, nee, nog nooit van gehoord. Maar als dat een relevant punt is, dan moeten we met elkaar over hebben. Dus dit zijn precies de signalen die we volgens mij nodig hebben om met elkaar dit... Ik denk dat dat heel relevante punten zijn. Want inderdaad, als je het hebt over industriële bouw, ten opzichte van de traditionele hypotheekverstrekkingssystemen van... met name het moment van uitbetalen, dat komt op het moment dat normaal gesproken begaande grondvloer gereed, verdiepingsvloer gereed, et cetera. Staat het huis al bij jou op de plas? Maar het huis staat al kant en klaar. Ook al uitgezocht. Echt. Jullie hebben dat ook met verschillende kredietverstrekkers al geprobeerd? Of daar hebben jullie... Nou, uiteindelijk wij ontwikkelen veelal voor de eindafnemer. Dus bij een woningcoöperatie of andere institutionele belegger kun je in ieder geval een gesprek aangaan over eigendomsverklaringen en dat soort zaken meer. Maar zodra er een eindgebruiker, een koper in beeld is, die een hypotheek heeft. De hypotheekverstrekker geeft het geld niet eerder vrij dan dat het gebouw fysiek op de bouwplaats vereist. Maar daarvoor staan de gevels, de skits met de warmtepompen, met de meterkasten, de betonkasko's, de kappen. Alles staat al klaar en wordt in no time natuurlijk geassembleerd op een bouwplaats. Ja. Voor ons, als wij in ons bouwsysteem bouwen wij in 12 weken. We krijgen onze centen ook relatief snel nadat we zijn begonnen, zeg maar, of nadat de fundering erin zit, dan gaat het natuurlijk in no time, krijgen we ons geld terug. Maar we financieren gemiddeld genomen zeg maar, tussen de 58 en 65% voor, omdat we niet uit kunnen factureren. En nou, dat doen we voor een deel met onze keten samen. Heel relevant punt. Ja, dat moet toch wel een keer. Dat zit dus bij een andere directie, maar dat vind ik het leuk om een keer. Ja, we hebben wel zo over financiering en ontzorging. Is er een net opgestarte groep van partijen die Community for Practice heet, het ontzorging. Waar ook wel over de financieringskant wordt gekeken. Misschien kan het daar ook in mee. Maar dit zit vooral denk ik aan de nieuwbouwkant, omdat je daar zeg maar echt gewoon je hele huis als het ware in de verdieping hebt staan. Maar dan. Ja. Nog niet, nee, maar relevant. Het zit ook wel bij renovatie. Want de voorproductie van panelen en zo is dat. Ja, nee, dat gaat van roerend naar onroerend. Maar dan is het met je hypotheek iets minder ingewikkeld, denk ik. Maar goed. Maar voor die particulier die gespikkeld gekocht heeft in een wijk waar je wel die schaal wil halen, speelt dat wel degelijk weer een rol. Mag ik nog één vraag stellen aan jou? Want waar ik nou benieuwd naar ben, is de kostenreductie die je ermee haalt. Want wij zeggen telkens dat als je dit veel meer. Aan de ene kant zit natuurlijk de sterke human capital kant, dat je gewoon met veel minder mensen hetzelfde doet. Ik ben ook een keer bij RC-panels geweest, dat volgens mij een beetje vergelijkbaar is. En ik ben bij Dijkstra Draaisma toen geweest, die ook al een beetje begon te metselen met de robothanden. En hij zei eigenlijk, ik snap niet waarom de rest het niet doet, want ik heb nu een enorm concurrentievoordeel. En enorm, want vroeger deed ik weet niet meer de aantallen hoor, maar vroeger deed ik zoveel honderden woningen met 60 mensen. En nu doe ik 4 keer zoveel woningen met ietsje minder. Ja, die hele kostenkant die daalt. En vroeger zette ik een corporatiewoning neer, ik gok het weer hoor, voor 160.000 euro en nu voor 120. Huh? Ik zie jou lachen. Ik gok de getallen. Maar denk je nou dat die kostenreducties die we met elkaar voor ogen hebben om die transitie te laten slagen en ook om die maatschappelijke opgave te laten slagen reëel zijn als je inzet op waar jij op inzet? Ja, dat gaat helpen. Dat gaat zeker helpen. Want je gaat, en er zijn ook wel studies naar gedaan. Hè, dus als je het goed doet, kun je 20-30% kostenreductie halen, maar dat is in de hele keten, hè? Dus daar moet je wel naar kijken. Alles klopt. Je kunt alleen naar je productiedeel kijken, zeg maar, dat heeft natuurlijk wel impact. Maar in de hele keten moet je daarin doen.
in onze modellen wat wij nu, die we nu aan het opzetten zijn, dan komen daar wel grote getallen uit. Ja, ik kan daar niet zeggen wat het precies is, maar dat gaat zeker doen. Want je gaat in arbeidsefficiëntie ga je enorm omhoog. Maar je moet wel een behoorlijke investering doen om het überhaupt te doen. Hè. Dus wat natuurlijk relatief in de bouw is natuurlijk, kun je met lage investeringen zeg maar, best veel doen. Als je gaat industrialiseren, gaat het andersom. Hè. Dus nu moeten we behoorlijk investeren. Ja, verhaal, hè. We investeren nu zo om en bij de 20 miljoen zeg maar, in de slimme huisfabriek. Die moeten we natuurlijk wel terug kunnen gaan verdienen. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar terugverdienen door een lange pipeline te hebben en grote aantallen te gaan maken eigenlijk. Want daardoor, nou, dat is een simpel reeksommetje natuurlijk, dat je de investeringsbedrag door grote aantallen deelt, is per stuk wordt het dan lager. Zeg maar. Daar zit de truc in. En dan, dus daarin zijn we dus de opschaling nodig. Dat is het verhaal van Gerard. Zekerheid van productie is heel erg belangrijk. Hè? Dat je niet, want anders moet je weer te veel kosten doorbelasten aan je elementen. Als je hele onzekere productie hebt en je maar 50% van je capaciteit kunt toerekenen, ja, dan wordt je element twee keer zo duur. Dat is, nee, ik begrijp het. Maar ik zit hier met twee hele innovatieve bouwers. Maar ik hoor ook vaak, dat is wel te gechargeerd ook weer, maar ja, een beetje, mijn portefeuille zit vol, ik heb al mijn mensen aan het werk, waarom zou ik in godsnaam die stap gaan maken naar dit? Mm-hmm. Want dat is alleen maar risicovol. Terwijl je volgens mij langzaam toch wel ziet dat degenen die stappen wel zetten, gewoon concurrentievoordeel krijgen op termijn, toch? Ik bedoel, ja, maar je moet er wel even doorheen bijten. Twente, de bakermat van Prefab. Ik heb hier het artikel uit de Tubantia. We hebben ook een vraag in de zaal. Is helemaal achteraan. Ik ben Gerard Beltman van de Grootvormshoop. We hebben ook dit jaar een fabriek voor houten gebouwen gebouwd hier in Enschede. Waar houten een... Gaan we zo kijken of niet? Ja. Gaan jullie zo kijken, dat klopt. Leuk. Helaas ben ik daar niet bij, maar u wordt er wel ontvangen. Ook dat is industrialisatie. Waar we tegenaan lopen, dat zijn eigenlijk wel twee dingen. Ik hoorde u net de NPG roepen en de omissies die er nog in de NPG zijn geconstateerd in het kader van de voordelen die hout levert ten opzichte van fossiele materialen. En dan lees ik vandaag van de week in de Kobo dat het nog tot begin 2022 duurt voordat er überhaupt onderzoek naar wordt gedaan. Omdat de onderzoekende partijen niet in staat waren om eerder een offerte te produceren. Nou, toen gingen mij de haren een beetje overeind staan. Onze minister Ollengren, doe maar. Ik ga er verder niks van zeggen, maar ik wou het toch even melden. Dus misschien dat u daar wat mee kan. Waar we verder tegenaan lopen, naast de financierbaarheid, zo Jeroen van Dijk het net riep, is de snelheid van bouwen maakt dat wij problemen krijgen met nutsbedrijven. En ik weet niet, dat ligt niet op jullie tafel, denk ik, maar wellicht dat je daar mee kan. De nutsbedrijven lopen hopeloos achter de markt aan. En wij moeten al, bij wijze van spreken, een aansluiting op het project verworven hebben. Is denk ik ook een heel belangrijk punt voor de energietransitie. Dus dat je dus dan wel iets doet, maar dan is de capaciteit van nutsbedrijven niet toereikend. Opslag moet geregeld worden en dan heb je ze helemaal niet meer nodig, zou ik zeggen. We kijken denk ik elke dag naar de Veluwe. Demografisch zijn we enorm aan het veranderen. En ik vind dat we daarvoor andersoortige producten moeten gaan introduceren. Modulaire bouw is er eentje van. Elementenbouw is daar een onderdeel van. Maar juist die diversiteit van aanbod en de manier van hoe je die gebouwen uiteindelijk ook weer kunt verplaatsen of kunt transformeren. Die diversiteit is ontzettend belangrijk. Want zitten we over, laten we zeggen, 50 of 80 jaar weer met dezelfde ellende. Van wat moeten we toch met die huizen die we 80 jaar geleden op die manier gebouwd hebben. Zorg dat je een soort flexibele schil eromheen bouwt. En ja, dat betreft dus dat er ook andersoortige bedrijven zijn met andersoortige producten. En laat die diversiteit alsjeblieft ontstaan. Ik heb volgens mij geen, ik zeg niet dat die diversiteit er niet zou moeten zijn. Die is volgens mij heel belangrijk. Maar wat ik wel zie is als ik zo meteen 300.000 woningen per jaar moet verduurzamen. En ik moet de aantallen die er nu zijn, die er nu gevraagd worden in de nieuwbouw, bouwen met de manier waarop het tot nu toe gaat. Als deze ontwikkelingen er niet zijn, dan halen we het gewoon niet. Dan zit de feitelijke uitvoeringscapaciteit volgens mij gewoon niet in de markt om dat te doen. Dus dat je een aantal van dit soort ontwikkelingen krijgt, waardoor dat modulair, industrieel, prefab bouwen, ook voor een kortere tijd op de bouwplaats, ook voor de stikstofreductie die dat weer met zich meebrengt, dat je ziet en dat we proberen te stimuleren om dat te laten groeien, dat lijkt me belangrijk. En dan ben ik het helemaal met je eens dat die diversiteit nodig is om nog steeds in al die facetten van die woningmarkt te kunnen voorzien. Ja. Jeroen?
Ja, ik was nog even getriggerd door de opmerking van jou uit de vorige tafel. En met name dat de bouwers wat afwachtend zouden zijn. En ik denk dat hier toch ook wel gebleken is dat eigenlijk de bouwers wel ontzettend graag willen, maar het ook kunnen. Er zitten gewoon hele goede voorbeelden hier vandaag aan tafel op de tribune. Maar waar de grootste zorg zit, wat mij betreft, is stabiliteit en regelgeving en toch ook wel die betaalbaarheid. Want alle regels bij elkaar opgestapeld en alle factoren waar we mee te maken hebben, maakt dat bouwen ontzettend duur is geworden. En het is de wal die schipkeert. Er komt straks een moment dat we gewoon, of het nu aan de corporaties is of aan de particuliere eindafnemer, dat we de woningen gewoon niet meer kunnen slijten. En dan vallen we volgens mij terug in iets wat we niet willen. En dat zal innovatie alleen maar verder afremmen. En die zorg, dit kan bijna niet zo doorgaan. Want dat moment dat het niet meer te verkopen is, die komt wel heel dichtbij. Ja. Ja. Nee, ik dacht er twee verschillende dingen. Eén is, in het kader van de renovatieversneller zitten wij wel eens te denken. We hadden in die vorige renovatieversneller als het ware de corporaties als centrale speel gezet. Mm-hmm. Hè? Die moesten een aanvraag doen, die moesten zoeken. Maar wij denken ook, als je nou de bouwer of de keten als het ware een verantwoordelijkheid geeft, helpt dat dan? Zoeken die dan over die corporaties heen sneller naar, doe met ons die renovatie sneller mee? Dat is één kant. Tweede is, volgens mij is het terecht punt, we moeten met elkaar gewoon kijken. Ik heb daar gewoon weinig zicht op over hoe die regels optellen tot iets dat veel te duur wordt. Ik denk als er maar in ieder geval een level playing field is en alle mensen dezelfde dingen moeten bouwen. Maar zijn er dan ook heel veel regels volgens de bouwers in het bouwbesluit die alleen maar kostenverhogend werken, maar geen publiek doel dienen? Dus daar zit ik een beetje aan het zoeken, want dat we steeds duurzamere woningen willen neerzetten, dat vind ik wel logisch. Dat die NPG omlaag gaat, vind ik wel logisch. Dat die BEG aangescherpt wordt, dat vind ik wel logisch. Dan kun je zeggen dat telkens kostenverhogend, denk ik, ja. Maar ja, we willen ook geen woningen zetten die over 80 jaar inderdaad niet meer voldoen, toch? Dus. Ja, en we moeten oppassen dat we niet, ik ben het helemaal eens, hè, dat we in de RPG moeten we aanscherpingen doen. En we moeten alleen het middel en het doel, zeg maar, moeten heel goed bij elkaar komen. De MPG, daar zit nu iets raars in met hout. Hè? Dus daar wordt hout niet gewaardeerd zoals het eigenlijk gewaardeerd zou moeten worden, zeg maar. Nou ja, dan loop je daar wel weer al ergens tegenaan. Ook in de verduurzaming, hè, met de implementatie van de nieuwe bank, volgens mij Martin gaf het net ook wel aan, daar zitten ook gekke dingen in. En je ziet nu ook dat nu komen weer de gelijkwaardigheidsverklaringen bijvoorbeeld van de warmtepomp komen nu bij. In één keer is de hele situatie weer compleet anders, zeg maar. Dat is het punt waar jij ook op komt. Er weer een ander getalletje uit de berekening en we kunnen weer wat anders gaan doen, zeg maar. En op zich is dat niet erg, maar als je dat maar gewoon op een een beheersbare manier, een voorspelbare manier meer zou kunnen krijgen. Maar kijk, en daar gaan we nu naartoe. En we weten dat 2030 moeten we doen, 2040, 2050. Dat is wat zou kunnen helpen. Maar daar zit die verstoringen, zeg maar. En omdat net weer te laat de norm bekend is, waardoor de software, zeg maar, dit is een heel praktijkding. Dan is de software ook nog niet klaar. Welke norm dan moeten we gokken wat we gaan aanbieden. Want onze klanten vragen wel al een aanbieding conform de nieuwe regelgeving. Hmm. Welke norm bedoelde je? Ja. De BEG, zeg maar, BEG. Dus de NTA 88. Ja, de NTA 88, nieuwe. En dan de berekeningssystematiek die dan vrij laat komt. Ja. Ja, en dan gaat er dus iets, dan komt onzekerheid in de markt. En iets wat onzekerheid doet, zeg maar, is prijsopdrijving, want mensen zien risico's. Ja, en los daarvan, als je industrieel bouwt, traditioneel kun je makkelijker wat aanpassen dan dat je iets in een product giet en industrieel vervaardigt. Daar gaat meer voorbereiding aan vooraf en dat zijn hele andere processen dan het traditioneel gooi het muurtje maar om en we messen hem weer op, snap je? Ik zit op mijn horloge te kijken, maar we zijn toch echt ruim al aan de tijd gekomen. Ik merk wel dat dit wel de onderwerpen zijn die ons heel erg bezighouden. En een belangrijke les die ik eruit haal, wij moeten nog meer verzamelen en zorgen dat het ook bij jullie makkelijker terechtkomt. Nou ja, daar willen we als Pioneer natuurlijk graag een rol in spelen. Volgens mij doen we dat ook al, maar we zouden dat nog beter en nog meer kunnen doen. En volgens mij is er nog genoeg om na de zomer verder over door te praten. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. De broodjes, die hebben jullie volgens mij. En we praten hier nog even in de studio door. En dan gaan wij vanmiddag nog twee bedrijven bekijken hoe de vlag erbij hangt. Dank je wel allemaal. En in ieder geval voor over 2 weken een fijne vakantie. Dank je wel.